Hallo allemaal. En welkom. Een kleine huishoudelijke mededeling. Volgende week ben ik er niet, maar blijf je vragen lekker pompen. En dan kijken we wat we kunnen doen. Laten we snel beginnen. Dan zijn we er ook zo snel mogelijk weer vanaf. Ik heb nou mijn bek vol. Het is niet zo beleefd als ik dan die vraag aan mijn antwoord, maar hij is zo weer leeg. Dus hoe lang? We komen er wel. Kijk dan. Vraag vakantie Vincent. Van Lucas 7. Hallo. Hallo Vincent, ik ben een trouwe fan van je. Dat is je geraaien, jongen. Maar deze vraag zat me erg dwars. Waar zat hij dan? In je anus of zo? Hoe kan je een meisje versieren? Hopelijk kan je tips geven met deze tips vragen beantwoorden. Met deze tips mijn vraag beantwoorden. Hopelijk kan je tips geven en met die tips deze vraag beantwoorden. Sorry, ik wou je al bijna Mogol gaan noemen. Maar goed. En een hele fijne hallo van Lucas. Ja, weet je. Doe gewoon je ding, man. Hoe kan je een meisje versieren? Hou je er niet. Ik heb dit vorige week ook al volgens mij verteld. Kijk jij niet elke week of zo? Lucas? Maar goed, we moeten door. We moeten door. Jeetje, hoe kan je meisjes versieren? Ja, ik heb nooit echt meisjes. Ja, tot mijn 19 of zo. Toen probeerde ik. Nee, eigenlijk ook niet. Ze zijn me altijd wel een beetje aankomen waaien. Omdat ik altijd gewoon mijn ding deed en een beetje scheid had aan alles en iedereen. Maar vanaf mijn 20ste had ik echt scheid aan alles en iedereen. En ja, toen had ik echt nergens meer last van. Toen heb ik nooit wijfloos rondgelopen, laten we het zo maar zeggen. En het is niet om tof of arrogant over te komen, maar dat is wat het is. En dat is het. Je moet je er niet druk om maken. En gewoon je ding doen. Dingen doen die jij leuk vindt. Je hart volgen. En dan komt alles vanzelf aanwaaien. Lucas, luister naar mij. En nooit achter mij van lopen. Altijd achter jou laten lopen. Nou, van Indy. Kom op, Indy. Want we willen graag door. Indy. Hallo Vincent, hallo. Ik zou graag willen weten hoe twee mannen een kindje kunnen krijgen. Nou, dat kan niet. Volgende. Van Salsa Productions. Hallo vakantie Vincent en een hele, hele fijne. Hallo. Ik vroeg me af wat u van het kapitalisme vindt. Kapitalisme is trouwens met een K. Kankerlul. En wat is volgens u een beter alternatief? Nog een hele vriendelijke hallo. Nou ja, als je mij kent en als je mijn werk kent, dan weet jij dat ik niet zo'n hoge pet op heb van het kapitalisme. Maar het is een noodzakelijk iets in het proces naar in het meesterwerk, in het goddelijke meesterwerk waarin wij ons bevinden. Dus wat ik ervan vind, het is er en het werkt natuurlijk. Het is geen logisch systeem, weet je. Het kapitalisme, dat neemt alleen maar. En we weten allemaal, ja, weet je, volgens mij krijgen we MAVO bij biologie al ecosysteem bullshit. En je kan niet alleen maar nemen van een ecosysteem. Dan gaat het kapot. En dat is precies wat het kapitalisme doet. En het kapitalisme, ja, dat is vraag en aanbod, geloof ik, als ik het goed herinner. Gebaseerd, weet je, gozer nou ook weer. Lekker belangrijk, maar ja. Maar goed. Het systeem is gebaseerd, of het was gebaseerd. Het werkt competitie in de hand. En wij zijn geen competitieve wezens. Competitieve wezens. Wij moeten samenwerken. En dat gaan we in deze tijd leren, man. Samenwerken. Want er is geen andere weg. Weet je, je kan elkaar kapot. Weet je, net als nu, weet je. Heel de wereld kan worden voorzien van een of ander dubieus prikje.
Maar het lukt ons al decennia niet om wat vreten naar Afrika te brengen, weet je wel. Het gaat nergens over. Dit hele systeem, dat is verrot tot op het bot, weet je. Dit is gebouwd op ego en in handen van de duivel, man. En verleiding. op elke straathoek zie je een gele M of een KFC of chocola, weet ik veel wat. Alles wat slecht is, wordt gepropageerd. De aarde wordt geplunderd, het water wordt vergiftigd, wij worden ziek gemaakt. Alles alleen maar voor de almighty dollar. Eigenlijk voor de almighty ego, want in principe is geld geen slecht ding. Het is een hartstikke handig ruilmiddel. Maar goed, het werkt voor geen kut. Maar ja, elk systeem dat floreert en dan kan ik straat weer naar beneden. Weet je, het komt wel goed. Maar een beter alternatief. Nou ja, een systeem wat gebaseerd is op naastenliefde en harmonie. En respect naar elkaar. Respect naar de aarde. Een wereld waarin de mens en de aarde. Of de mens en de natuur hand in hand gaan met elkaar. Waar de mens met respect. Met haar rijkdommen omgaat. En met elkaar. Respect, eerbied en dankbaarheid. Zodat wij kunnen evolueren tot de goddelijke wezens die wij zijn. Hallo. Misschien wijd ik er nog verder over uit volgende keer. Maar voor nu vind ik dit wel genoeg. Hallo. Hup. Van Felix Groeneweg. Heb je wel eens gekampt met suïcidale gedachten? En heb je tips om hieruit te komen? Nee. Tips om eruit te komen? Ik zou wat medicijnwerk gaan doen als ik jou was. Met de planten natuurlijk. Onder begeleiding. En kijk de serie De Medicijnman op YouTube. Daar leg ik alles in principe wel prima uit. Al zeg ik het zelf, weet je. Ik bedoel, ik leg dingen prima uit. Moet ik weten. wat ik wel weet is dat zelfmoord... Dat is niet aan te raden, man. Volgens... Ik zal hem even erbij pakken. Potverdikkie, zeg hij. Ik moet opstaan ook. Hallo. Hierin, de Bhagavad Gita. Dit is, laat maar zeggen, de essentie van het hindoeïsme. Dus, hebben ze het ook over zelfmoord. En zelfmoord is eigenlijk het domste wat je kan doen. Je hebt dit leven gekregen, weet je wel. En je hebt een reis hier af te leggen op aarde. Je hebt hier dingen te leren. En als je een beetje geluk hebt, dan ga je in staat van verlichting de aarde verlaten en kom je nooit meer terug. Althans, dat is volgens sommige theorieën en geloven, is dat het verhaal. Ik heb heel veel medicijnwerk gedaan, dus deze shit... Ja, die zou in mijn optiek zou die best wel eens, kan nog wel, nee, zou die best wel eens de spijker op zijn kop kunnen slaan. Maar als jij het leven wat je hebt gekregen, hoe zeg je dat? Als jij zelf je eigen leven, wat een gift is, beneemt of ontneemt, of weet ik voor hoe je het zegt, je eigen leven neemt, nou... Dan moet je echt 80.000 keer terugkomen, geloof ik. Voordat je überhaupt weer terug mag naar de bron. Of dat je daar kan blijven. Of dat je verder kan groeien. Zelfmoord, zou ik niet doen, man. Nou. Is niet handig. Maar ja, medicijnwerk. Als je echt erg last van hebt, medicijnwerk. Altijd onder goede begeleiding en met respect naar de planten. Ander verhaal. Gegroet Vincent. Als jij voor een dag mag zijn wat/wie je mag zijn, wie zou je dan zijn? En hoe gaat het eigenlijk met u? En ik ben heel nieuwsgierig naar de geschiedenis van Sjaak. Dit waren mijn vraagjes, maar... Serieus. De geschiedenis van Sjaak. Die staat op YouTube. Ik weet niet wat voor fan jij bent.
En dat heb ik al een keer uitgelegd. Dus ga ik niet nog een keer doen. Hoe het met me gaat, prima. Als jij voor een dag mag zijn, wat wie mag zijn, wie zou je dan willen zijn? Misschien zou ik wel een... Nou, ik ben eigenlijk wel prima zo. Maar misschien zou ik wel een heel geil wijf willen zijn. En die wordt dan geneukt door mij. Zoiets? Ik zou wel een wijf willen zijn. Ik zou wel eens willen voelen hoe het is om geneukt te worden. Maar voor de rest ja, boeit het me eigenlijk vrij weinig. Want ik zit prima in mijn vel. Dus zo. Goed antwoord, Vincent. De tips van Thijs. Maak t-shirts met Sjaak erop. Ik denk dat die goed verkocht worden. En dat u daarmee nog wat extra centen erbij kan. Nou, dat is een goede tip. Ik ben bezig met merchandise, zoals jullie weten. Dus moet die website even afgemaakt worden. Dat ga ik niet zelf doen. Want daar zijn andere mensen beter in dan ik. Ik zou het ook wel zelf kunnen doen. Dat geile Shopify. Maar dan ben ik 60 uur bezig. En iemand anders is er 2 uur mee bezig. En die maakt Happy Come Bellum order voor mij. Dus ik ga me daar niet druk om maken. Ik heb het al druk zat. Ik heb wel merch al binnen. Dat zijn deze rakkers. Hallo. Polsbandjes met mijn... kan je het zien? Met mijn logo erop. 7 keer, de heilige 7. Je kan het net niet... Je moet wel even scherp, jongen. Nou, nee, mijn logo staat erop. Hij staat... Zie je hem? Daar is hij. Zie je hem? Cool, hè? Dat is deze. Psychedelic. En deze. En die heb ik in vrouwen en heren... Heren rakkers. Maar goed, eerst de website af. En dan ga ik ze erop knallen. Dan ga ik ook t-shirts erop knallen tegelijkertijd. Dat alles in één keer erop kan. En dan kunnen jullie lekker aan de slag met z'n allen. Dan kunnen jullie lekker dingen bestellen. Hallo. En ja, die extra centjes, weet je. Ik verdien genoeg om van te leven, dus voor die centen doe ik het niet. Maar ik kan wel met dat geld wat ik dan met die merch verdien, kan ik hele mooie dingen gaan doen. Weet je, als de theaters weer op een normale manier open gaan, dan kan ik mijn show daar gaan geven. Als ze op een normale manier open gaan. Want ik ga natuurlijk niet met 1,5 meter bullshit werken. Ik doe volle zalen. En ik doe niet aan corona-tering onzin. Theater. Ik maak wel theater, maar geen tering onzin. Hallo. Ik wilde dit eigenlijk binnen 20 minuten er doorheen jassen. En ik zit er nu op 13, dus kom op Vincent, zet hem op. Ten eerste, beste vakantie Vincent van Quinny Baker, bakker weet ik veel. Ten eerste een hele fijne hallo. Ik heb 2 vragen waarvan ik denk dat u ze met al uw wijsheid kan beantwoorden. Ze luiden als volgt. Hoe belangrijk is het om gelukkig te zijn en wanneer weet je of je gelukkig bent? Met vriendelijk groet, Baker met melk. Nou, het is helemaal niet belangrijk om gelukkig te zijn. Het is wel relaxed of zo. En ja, weet je, het gaat om de reis hier op aarde en wat je dan leert. Want hoe meer jij leert, hoe hoger jij, hoe meer je evolueert. Laten we het zo zeggen. Evolueert. Maar. Sorry. Het is niet belangrijk om gelukkig te zijn, maar het is wel relaxed. Maar je kan niet altijd gelukkig zijn, dat staat nergens op. Maar als je eenmaal weet wat je bent, dan maak je niet zo snel meer druk om alles. Natuurlijk heb je dan wel eens je drama in je leven. Maar als jij maar weet dat je niet je gedachten of emoties bent, of weet ik veel wat allemaal, die komen en die gaan. Dat is niet wat je bent. Je bent gewoon iemand, je bent bewustzijn en die ervaart. Een stel ervaringen, dat is wat het is. En daar kan je mee doen wat je wil, weet je. Ik heb al heel vaak dat voorbeeld gegeven. Stel, er staat hier een pinguïn. Nou, de een vindt het leuk, de ander vindt het niet leuk. Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Het enige wat er gebeurt, is dat er zich een pinguïn manifesteert in deze trip, illusie, weet ik veel. Dat is wat er dan gebeurt. Maar als dat al gebeurt.
Dus ja, wat is dan waarheid? Die is er niet. Dus je kan het jezelf zo moeilijk maken als je wil, je kan het jezelf zo makkelijk maken als je wil. Natuurlijk is het drama, emotie, weet ik wel allemaal. Maar ook dat gaat voorbij. En volgens de grote leraren, geluk kan je niet najagen. Weet je, alles is al perfect zoals dit, zoals het is. En zo, op het moment dat je dat realiseert, maakt het geen tering uit wat er gebeurt. Want dit meesterwerk is al compleet. En zodra jij gaat jagen naar geluk. Een heel, heel goed voorbeeld is die consumeren, weet je, waar wij toe worden aangezet. Want daar is dit hele systeem op ingericht. Dat is ooit verzonnen door Edward Bernays. Dat is een neef van Sigmund Freud. Die is bij hem in de leer gegaan. De Amerikaanse overheid, die zat na de oorlog met de handen in het haar. Ja, ik heb geen haar, dus ik wil dit voordoen. Ik heb wel een heel leuk mondkapje op, zie je dat? Die zat met de handen in het haar. Die dachten bij zichzelf, hoe kunnen wij de massa nou in bedwang houden? En toen werd die gozer ingehuurd, Edward Bernays, zoek het maar eens op. Hij heeft propaganda geschreven. Hij is de grondlegger van de public relations. Hij bedacht ook dat die vrouwenbeweging dan met sigaretten op karren moest gaan staan. Zodat al die vrouwen dachten, wow, we moeten gaan roken, weet je wel. Dat soort bullshit. Maar die had bedacht dat je de massa met dwanghouders dingen laten na te jagen. Te laten consumeren. De American Dream, weet je. Meer, meer, meer. Bla, 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 bla. Maar zolang je aan het najagen bent, gaat dat geluk niet komen. Hetzelfde als met een nieuwe broek. Oh, ik wil die nieuwe broek. Oh, zo'n leuke broek. Ja, kom, mag die broek kopen. Nou, dan ga je naar de winkel en dan zit je 2-3 weken, spaar je die aan kanker voor een broek van €500. Nou, dan heb je die broek eigenlijk en dan is het voorbij. En dan heb je hem 1 keer aan en dan ben je hem alweer vergeten, want dan wil je weer een andere broek. Dus het is allemaal een fucking illusie, man. Weet je, zul jij dingen aan het najagen bent, meer geld, grotere auto, duurder huis, weet ik veel wat er allemaal kanker onzin. Ben jij niet gelukkig? Wees blij met wat je hebt, man. Weet je, ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb 2 mooie kinderen, ik heb een lieve vrouw, ik heb mijn eigen zaak, ik heb een leuk... Ik kan grapjes maken op het internet. Ik heb heel veel vrienden, heel veel kennissen. Ik heb fucking leuke winkel. Ik heb een horecawinkel. Het enige wat ik dan nog wel eens zou willen doen, is in het theater staan. Om een mooie show te geven. Maar ja, als het niet gebeurt, is het ook goed. Weet je, want alles is goed. If it's meant to be, it will be. Ja, toch? Dus we zien het allemaal wel. Maar goed, dat lijkt me wel mooi. Dan kan ik jullie aan het lachen maken. En misschien nog dat jullie nog wat van erop. Dat jullie nog wat meekrijgen. Of dat ik jullie kan inspireren of zo. Dat zou mooi zijn, want dan geef je wat terug aan het leven. Dat lijkt me leuk. Maar goed. Maar goed, dat is wat. Maar. Nou, 20 minuten gaan we niet halen. Van Nora. Nora. Hallo, keizer Vincent. Ik mag haar wel. Oh jee, mijn hoofd zit vast in de wc. Vincent, wat moet ik doen? Niks, dat is gewoon prima. Heeft u tips? Staat Sjaakje nog op de kapotte droogtrommel in de tuin van je schoonzus? En was de frituur van je zwager lekker? Nou, ik heb die frituur zelf niet opgegeten. Ik heb een halve kaasvlees gegeten. Maar daar bleef het ook wel bij, want frituur eet ik eigenlijk heel weinig. Veel minder dan vroeger, want het is allemaal natuurlijk gewoon kankerzooi. Maar af en toe een kroketje of zo, dat maakt ook niet uit, maar niet, gewoon niet te veel. Eet een lekkere wortel of zo, veel beter voor je. Gefrituurde wortel. Lekker, man. Hey, wat vindt u van de Stop Asian Hate bullshit?
Met dan met een hashtag ervoor. Hashtag stop Asian hate. Ik weet niet wat dat is. En ik vind het is in mijn getering. En van de mensen die dildo's op brievenbussen plakten. Lachen misschien. Weet ik veel. Ik heb geen dildo op een brievenbus gezien. Maar als ik een dildo op een brievenbus zou zien, zou ik er waarschijnlijk een filmpje mee maken. Maar lachen toch. En natuurlijk de vraag, wat vindt u van transgenders? Zal ik je eens wat vertellen? Ik weet niet eens precies wat dat is. Want het interesseert me. Tering. Sorry. Corona. Het interesseert me dieves. Even kijken. Mijn Frans docente Marjolein is door haar man en haar zoon. Zo. Dit was live op Teams. Wat vindt u hiervan? Ja. Ik weet niet of Teams daarvoor bedoeld is, maar of je er allemaal mee kon kijken. Maar ik weet niet hoe de school dat... Vertel eens hoe de school dat vindt in Neura. Vindt u Ron Jans, de trainer van FC Twente, ook wel bekend van de keukenrol? Ja, ik weet wie Ron Jans is, omdat ik vroeger wel veel voetbal keek of zo. Maar meer dan nu. Ik vind het nu ook helemaal niet boeiend zonder publiek. Het slaat helemaal nergens op. Maar goed. Ook zo'n legende of meer een kankerlul? Ik ken hem niet echt. Ik ken hem alleen van televisie. En ja, daar gedragen mensen zich altijd heel erg anders. Maar zijn bek staat me niet echt aan. Zo. Ik denk niet dat ik echt vibreer met die gast. Verder is het Beirut. Beirut. En geen Reinoud of Rinoud. Het is niet moeilijk. Dus denk eens na. Oké, ik zal nadenken. Beirut. Wel leuk dat nu ook landen mij gaan aanschrijven. Hele landen. Zo populair ben ik. Helemaal in Beirut. Ik weet niet eens of dat een land is of een stad. Dat maakt niet uit. Weet ik veel. Ik ga nu een biologische meergane broccoli anat eten. Nou, het zal wel. Zou u mij veel plezier willen wensen alstublieft? Ja hoor, dat wil ik wel. Veel hallo en hallo, maar natuurlijk ook hallo. En zeker niet te vergeten een hallo van Nora en Beirut. Hallo, hallo, hallo. Krijg de hallo. Nou, leuk hoor. Ja, ik heb dus een paar keer verkeerd die naam gezegd, maar het was helemaal geen naam. Het was gewoon een land. Gekke Vincent. Van Siep. Beste Vincent, hoe heet uw horecazaak in Den Haag? Dan kan ik een keer komen eten. Met een vriendelijke hallo, Siep. Nou Siep, die naam die ga ik nog even niet openbaar maken. Maar dat heb ik ook al een keer verteld. Ik heb geen zin dat iedereen er voor de deur... Ze staan sowieso al best wel vaak voor de deur om te kijken dan. En dan lopen ze weer weg. En dan denk je, kom gewoon lekker binnen als je een fan bent. Of een beetje. En zeg gewoon, hallo. Of vraag, nee, kom gewoon naar binnen. En zeg me gedag of zo. Maar ja, dat heb ik wel vaker. Dan beginnen ze mijn naam. Of dan hoor ik hallo kever. Ergens vandaan komen. En denk je, ja, wat moet ik daar dan mee? Denk je dan dat ik naar je toe kom rennen of zo? Als jij hallo kever gaat gillen? Ik weet het niet, maar ik kan er niks mee. Maar ik heb geen zin dat iedereen... voorlopig nog even geen zin dat iedereen daar naartoe komt. Daarbij, ik ben de hele corona-tering bullshit al open. Maar alleen voor takeaway. En daar red ik het gelukkig mee. Ik heb geen... Dank ik de Great Spirit om mijn blote knieën voor. Dat ik kan doen wat ik doe zonder financiële zorg te hebben. Maar goed, misschien vertel ik het ooit wel eens. En eten gaat dus nu nog niet. Maar je kan dan wat meenemen. Maar ik ga het niet vertellen. Dus misschien kan je een keer op de gok naar Den Haag gaan. Het is een heel bekende ontbijt lunchroom. Laat ik dat zeggen. En dan zoek ik het lekker zelf maar uit. Matthijs Baak. Wat heb je liever op je bord tijdens het eten? Een nageboorte of een abortus? Nou, ik vind dit echt kansloos.
is wat, wat moet dat grappig zijn of zo? Ja, laat maar. Beste vakantie Vincent. Bent u dit? Zo ja, wanneer komt er een nieuwe video? Want ik voel me raar zonder een video. Ja, nu. Ik ben nu bezig met een nieuwe video, Marijn. Dus die gaat binnenkort komen. Van Mees, Mees Peters. Goedemiddag Vincent, hallo. Vincent, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ik heb twee brandende vragen voor jou. Deze luiden. Hoe ga jij of ging jij om met eenzaamheid? En wat maakt een ideale schoonzoon? Goed, een hele fijne hallo van de trouwe kijker, Mees. Hoe ga je om met eenzaamheid? Ja, ik ben zelden eenzaam, man. Weet je, ik... Ja, hoezo eenzaamheid? Ja, ik weet het niet, man. Eenzaamheid. Ja, ik heb altijd wel wat te doen. En als ik niks te doen heb, dan zorg ik wel dat ik wat te doen heb, dat ik mezelf bezig hou. Als ik me echt verveel, ga ik filmpjes maken. Dus, en eenzaamheid, ja. Als ik, mijn vriendin is wel eens weg. Vroeger deed ik het veel meer hoor, voordat ik kindjes had. Als ik dan de tijd had, dan ging ik even een reisje maken met een medicijntje. Maar ja, vorige zomer was mijn vriendin een weekje weg met de kinderen. Nou, toen ben ik lekker met vrienden bezig eten. Ik heb een reisje gemaakt. Hier en daar afgesproken met mensen, leuke dingen gedaan. Maar goed, ik had wel voordat ze wegging die week, dacht ik, deze week ga ik er lekker tegenaan. Dit wordt mijn week. Nou ja, en ik had de eerste dag en nacht had ik een mooie reis gemaakt hier thuis. En nou, die dag vond ik het nog leuk, maar die dag daarna werd ik wakker hier thuis. En ik dacht ik van, toen miste ik ze alweer. Toen dacht ik, ja, wat de fuck moet het? Toen heb ik hier rondgelopen met mijn ziel onder mijn arm. Dus, maar toen ben ik al heel snel, was ik daar ook alweer overheen. Toen ben ik gewoon weer leuke dingen gaan doen. Maar dan miste ik ze wel hoor. Ik bedoel, het lijkt leuk, maar... Maar goed. En wat maakt een ideale schoonzoon? Ik denk iemand die zijn hart volgt en die respect heeft voor... Voor je dochter of zoon, ik weet niet. Gewoon die je dochter of zoon goed behandelt. Van Erik van Doorn. Hey, dat is mijn makker. Erik, je kent me ook gewoon Mellegoos. Ik ga je bevragen. Haha, leuk. De video die volgens mij je eerste big break was... Die met dat zwarte zaad, heb je verwijderd en aangepast. Ik vroeg me af of je wilde ingaan op je redenen daartoe en aansluitend of er andere video's zijn waar je nu niet meer achter staat. Zalig paas en bedankt voor die mooie filmpjes. Hoax hoax, Erik van Doorn. Nou Erik, mijn makker, mijn vriend. Ik heb dat videootje zelf nooit openbaar gemaakt. Het is zonder mijn toestemming gedeeld. Openbaar gemaakt. En dat is strafbaar. En ik zou er in principe werk van kunnen maken, want ik heb nog de iPhone waarop het origineel staat. En volgens kenners kan je het dan traceren. Maar aan de andere kant, het echte verhaal ga ik, het hele verhaal ga ik uit de doeken doen in de biografie, waar ik binnenkort mee ga beginnen met Naomi. Die we samen gaan schrijven, maar ik verwijder hem, omdat ik heb die content nooit openbaar willen maken. Het is geen boodschap die ik de wereld in wil zenden of zo. Aangepast? Nee. Je gaat het lezen, man. Ik hou jullie nog even in spanning. Leuk, hè? Maar ik wil die boodschap niet de wereld in hebben. Dus elke keer als ik hem tegenkom online, haal ik hem af. Want het is strafbaar om dat te delen zonder mijn toestemming. Ik voel andere video's zijn waar je nu niet meer achter staat. Ja, nee. Want ik ben wel heel bewust... pomp ik alles de eter in, man. Maar er zullen vast wel eens filmpjes zijn waarvan ik achteraf denk van... dat is misschien beter niet kunnen doen. Maar goed, weet je, dat was 5 jaar geleden. Toen was ik een hele andere Vincent dan nu, dus... Ja,
Weet ik veel. Nee, ik heb. Nee, ik ben. Ik. Is wel gewoon prima. Toch? We gaan lekker, jongens. Hallo Vincent, hoeveel eieren eet je per week? Oké. Okay. Ben je maagd? Ja, man. Dit soort vragen ga ik niet. Alvast de hele vraag. Nou, hallo, ik zit al weken met een belangrijke vraag. Hoe gaat het nu met de kever? Ja, dat hebben jullie ook een keer gevraagd. En dan hebben we hier van Jurjen. Waarom zitten bomen in vogels? Ook een kutvraag. Ik ga alleen maar kutvragen. Maar we zijn er wel bijna. Hoi Vincent, groetjes meneer van de Backstreet Boys. Nou, hartstikke leuk. En dan is dit de meneer van de Backstreet Boys. Zie je hem? Gozer met die bril. Leuk man. Huh? De groeten van die gozer. Oh, ik heb dorst. Moet ik weten. La la la, we zijn er bijna. La la la. Een sappige vraag. Ik hoop dat de laatste vraag. Ene laatste vraag. Ik hoop dat ik nu een leuke vraag krijg. Want dat zou wel jammer zijn. Van Geert Ruiter. Beste Vincent, al een tijdje kijk ik je video's. En besef ik hoe heerlijk het is om naar je filmpjes te kijken. Dit wordt een goede vraag, jongens. Ik moet daar overigens ook vaak bij lachen. Moet ik weten. Back to the point. Ik wilde vragen hoe je dit tot stand hebt gebracht. En vind je dat inspiratie en motivatie belangrijk genoeg hiervoor zijn? Ik lul niet. Ik vind maar niks, zo'n mondkapje. Twee vragen, het spijt me. Je bent een topper en ga vooral door. Hoe ik dit tot stand heb gebracht. Ja, gewoon filmpjes maken. Hoe zeg je dat? Au. Wacht, check. Dit gaat pijn doen. Oh, nou, hij valt hem erg. Kijk. Ja, nou, boeien. Tot stand gebracht. Ja, ik ben ooit gewoon begonnen met filmpjes maken. Dat had ik helemaal naar mijn zin. Dat vond ik leuk om te doen. En die pleurde ik op internet. Inspiratie, motivatie. Motivatie, ja, ik vind het allemaal bullshit, weet je. Ik voelde gewoon een filmpje opkomen. Ik voelde gewoon, ik had gewoon een idee. Ik kreeg een idee en dat ging ik doen. Ja, en dan gooide ik het op internet. That's it. En inspiratie, ja. Natuurlijk, belangrijk genoeg. Ik snap je vraag niet. Ik hoop dat ik hem beantwoord heb. Ik veel. Woehoe! Oké, Geert. Als je duidelijker antwoord wil hebben, dan moet je even wat duidelijker zijn. Want ik snap je vraag niet, man. Zo, de laatste vraag van Lars. Lars. Wat voor advies zou je iemand van 18 jaar willen geven? Of misschien wil je dat helemaal niet. Moet jij weten. Lars. Iemand van 18. Ja, jezus man. Ik heb al zo veel advies gegeven. Lees geen kranten. Kijk geen tv. Verdiep je in boeddhisme, hindoeïsme, non-dualiteit. En verdiep je in de medicijnen, man. Maar misschien is dat jouw pad niet. Maar je kan ook... er zijn ook andere manieren om daar te komen. Maar weet wat je bent. Misschien zijn de oude natuurvolkeren wat voor jou. De Inca's, de Maya's, de Hopi's, de Egyptenaren. Verdiep je daarin. De kosmos. Jeetje. Ja, ga je ontdekken wat je bent. Je bent een oneindig schepsel. Je bent God. Dat is wat je bent. Zo, die corona hakt erin, zeg. Ik moest al twee keer hoesten. Oh nee, daar mag geen grapjes over maken. Daar mag je geen grapjes over maken, Vincent.
Ja, daar zou ik me in... Ja, en volg je hart. Dat vooral. Even een slokje water hoor, Jezus. Misschien is dat wel het belangrijkste. Volg je hart, neem niks voor waar aan wat deze bullshit maatschappij wijs probeert te maken. Ja, dus dat. Nou, dat, daar zijn we best snel doorheen gefietst, man. En daar ben ik echt hartstikke trots op. Het was niet zo snel als dat ik hoopte dat het was, maar ja, lekker belangrijk, weet je. Dus dat. Nou, prima jongens. Hey. Volgende week ben ik er dus niet. Blijf leuke vragen pompen. Bullshit vragen, ja. Weet je. Ik hoef je niet eens voor lul te zetten. Dat doe je zelf al. Computertje uit en nu gaat deze jongen een leuk filmpje kijken. Nou, hele fijne hallo allemaal. En, nee, even ja.